Nou, goedemiddag allemaal. Ook voor de mensen die online meekijken en terugkijken. Vanmiddag wil ik het met jullie hebben over de lamp en de olie. En dit zal voornamelijk gaan over de Bijbeltekst van Matteüs 25, vers 1 tot en met 13. Ik weet niet of mensen er bekend mee zijn. Zal ik het even voorlezen, zodat jullie een indruk krijgen van waar het over zal gaan. Zoals ik zei, staat in Matteüs hoofdstuk 25, vers 1 tot en met 13. Dus voor degenen die een Bijbel hebben of het mee willen lezen, die kunnen dat doen. Hierin staat: het koninkrijk van de hemelen kan vergeleken worden met 10 bruidsmeisjes die de bruidegom tegemoet gingen. Zij namen hun olielampen mee. 5 van hen waren dom en de andere 5 waren verstandig. De 5 domme bruidsmeisjes namen wel hun lampen mee, maar geen extra olie. Maar de 5 verstandigen namen wel extra olie mee. Toen de bruidegom maar niet kwam opdagen, maakten de meisjes het zich gemakkelijk en vielen ze allemaal in slaap. Midden in de nacht schrok ze wakker doordat er geroepen werd: daar komt de bruidegom, ga hem tegemoet. Alle meisjes stonden op en maakten hun olielampen in orde. De domme meisjes vroegen de anderen om wat olie, omdat hun lampen uitgingen. Maar de verstandige meisjes antwoordden: wij hebben niet genoeg voor ons allemaal. Jullie kunnen beter naar de winkel gaan en zelf olie kopen. Terwijl de domme meisjes vlug naar de winkel gingen, kwam de bruidegom. Hij nam de bruidsmeisjes die klaar waren mee naar de bruiloft en deed de deur dicht. Later kwamen de domme meisjes ook, maar zij konden er niet meer in. Heer, riepen ze, Heer, laat ons er ook in. De bruidegom riep: terug, ga weg, ik ken jullie niet. Wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Nou, dit is een tekst die Jezus gaf, een gelijkenis die hij gaf. Hij was hier aan het prediken zelf ook. En er zijn meerdere gelijkenissen die verder nog in Matteüs 25 verder gaan. Maar dit stuk wilde ik graag met jullie behandelen vandaag, omdat ik het persoonlijk ook echt een heel belangrijk stuk, misschien wel een van de belangrijkste stukken vind die in de Bijbel staat. En dan zul je misschien afvragen van, maar waarom dan? Want waar gaat dit stuk nou werkelijk over? Omdat Jezus ons hier eigenlijk een soort van sleutels geeft van hoe wij ons kunnen voorbereiden voor op het moment dat Jezus terugkomt, om ons mee te nemen. En vele mensen denken dat wanneer de opname komt, dat zij automatisch gered zullen worden. Maar eigenlijk, als je deze tekst dus goed leest, wordt er wel onderscheid gemaakt wie wel en niet opgenomen zullen worden. Want er zijn 5 bruidsmeisjes die wel mee naar binnen mogen en 5 die buiten moeten blijven. En sterker nog, er wordt zelfs gezegd van: ga weg, ik ken jullie niet. Wat Jezus zelf zegt, en de bruidegom is Jezus, voor de mensen die dat misschien nog niet door hadden. Nu weet ik persoonlijk dat er verschillende meningen en opvattingen zijn over wanneer de opname nou zou zijn, en of dit voor, tijdens of na de grote verdrukking is, of überhaupt niet. Maar het feit blijft dat we niet weten wanneer Jezus terugkomt. En dat zegt Jezus zelf ook: wees daarom waakzaam, want u weet niet op welk moment ik terugkom. Dus we kunnen allemaal met z'n allen gaan zeggen van: ja, maar het is ervoor of het is erna, of wanneer dan ook, of ik geloof het überhaupt niet. Het feit is, we weten niet wanneer het is. En dat vind ik ook zo mooi aan dit stuk, dat Jezus hierin zegt van: in principe maakt het niet uit wanneer hij terugkomt. We moeten waakzaam zijn. Want zelfs hij zelf weet niet wanneer hij terugkomt. Dat weet alleen de Vader. En gedurende de periode waar wij nu in leven, dat er zoveel profetieën die al in openbaringen benoemd zijn, die op dit moment uitkomen, vind ik dit een heel erg belangrijk stuk om met jullie allemaal te delen. Zodat ik mensen kan bemoedigen en misschien kan helpen om ervoor te zorgen dat zij bij de 5 wijzen zullen zijn en niet tussen de 5 die niet binnen kunnen komen op het bruidsfeest.
En zoals ik dus zei, in Matteüs 25 is dus een voorbereiding op zijn terugkomst. En op basis van dit principe wil ik hier mensen op voorbereiden. De versen die ik hier net voorgelezen heb, kun je eigenlijk ontleden in meerdere vragen. 1. Wie is de bruidegom? Dat heb ik net gezegd, dat moet Jezus voorstellen. En de 10 bruidsmeisjes, wie zijn de bruidsmeisjes waar Jezus hier over spreekt? Dit zijn natuurlijk de volgelingen van Jezus zelf, wij christenen. De 5 wijzen zijn de christenen die extra olie hadden en genoeg olie hadden tot Jezus terugkwam. Want zoals benoemd werd, duurde het erg lang. Wat mensen soms hier nu hedendaags ook tegen ons zeggen van ja, vroeger zeiden ze ook al dat Jezus zou terugkomen, maar we zijn nu al zo ver van waar is hij dan? Dus christenen wachten al heel lang op de terugkomst van Jezus. En de 5 dwazen zijn de christenen die wel olie hadden, maar niet genoeg totdat Jezus terugkwam om het te laten branden. En dan de olielampen. Want de olielampen, het wordt allemaal in metaforen besproken. Ons lichaam in Christus is eigenlijk de lamp. Wij kunnen dus zelf voor kiezen of we deze wel laten schijnen of niet. En of we het verstoppen. Er wordt in de Bijbel ook gerefereerd van dat je niet een lamp onder je bed neerzet. Omdat dan het licht niet echt gaat schijnen. Dat wij ons licht moeten laten schijnen in deze wereld. En er worden heel veel referenties naar olielampen gemaakt en ons licht laten schijnen. En olie als laatste. Ons werk en onze inzet in de relatie met God. En als laatste, dat ze wakker schrokken. Van dat ze in slaap waren gevallen en dat ze wakker schrokken. Van wat kan daarmee bedoeld worden? En hiermee wordt bedoeld dat we overvallen zullen worden op het moment dat Jezus terugkomt. Wij zullen niet klaar zijn, we kunnen waakzaam blijven, we kunnen ons voorbereiden. Maar ondanks dat we al dat doen, zullen we alsnog overvallen worden. En nu ga ik wat dieper in over de dwaze bruidsmeisjes en wie dit zijn en wat er verder mee bedoeld wordt. En om dit goed te begrijpen, kijken we eerst naar de olie. Want beide groepen, de wijze en de dwaze bruidsmeisjes, hadden allemaal olielampen. Dus ze geloofden allemaal in God, ze waren allemaal christen. Het verschil is dat de wijzen extra olie hadden meegenomen en de dwazen niet. Omdat het lang duurde voordat de bruidegom Jezus terugkwam, hadden de dwaze bruidsmeisjes niet genoeg om het branden te houden. En de wijzen niet genoeg om deze dwaze bruidsmeisjes te helpen om olie van hun te geven. Maar wat houdt de olie dan verder in? De olie waarin de Bijbel vaak naar refereert, heeft niet 1 betekenis, maar meerdere. Maar ik wil me vooral focussen hoe het in deze context bedoeld wordt. Als we kijken naar het Oude Testament, moesten de priesters continu olie laten branden in de tempel van God. Jezus werd ook wel de gezalfde genoemd, gedrenkt in olie. En Jezus bad aan God en die stortte zijn geest uit, dat wij kennen als de Heilige Geest. Die als een vloed kwam en komt, nog steeds als mensen aangeraakt door de Heilige Geest, is het net als een vuur. Daarom denk ik dat olie inhoudt het gehoorzamen en voeden van de Heilige Geest. Want olie is een natuurlijke bron van voeding om een vlam te laten branden. Nu vraag je je misschien af van, hoe laten wij onze vlam branden? Want als wij de lampen zijn, hoe vullen we dat dan met olie? Want we willen genoeg olie hebben van als Jezus terugkomt, dat we het kunnen laten branden. En dit doen we door een goede relatie met God te hebben. God wil een innige hart-tot-hart relatie met iedereen. Maar die moeten wij ook onderhouden. Net zoals we dat ook met onze naasten doen, van de mensen van wie we houden. En hoe we de Heilige Geest goed brandende kunnen houden, kan door middel van verschillende factoren. 1. Is het begrijpen van wat de Heilige Geest eigenlijk is. De Heilige Geest heeft eigenlijk meerdere benamingen. En Jezus noemt het ook wel de trooster. Een troostende geest. Dus als wij verdrietig zijn, kan de Heilige Geest voor ons als trooster werken.
Maar het kan ons ook onderwijzen. Of de mensen die verloren zijn, redden. Het onderwijzen van geredde mensen, zoals wanneer ik tot bekering ben gekomen en ik mensen om me heen had die mij gingen onderwijzen. Maar ook de werken van de duistere machten van de duivel kapot maken en overwinnen. Want dat is ook de Heilige Geest die wij allemaal ontvangen hebben. Wij kunnen de Heilige Geest gebruiken tegen deze duistere machten en principaliteiten. Ondanks dat de duivel ons soms doet denken dat wij daar niet toe in staat zijn. Wij zelf als mens zijn er ook niet toe in staat, maar door de Heilige Geest zijn we dat wel. En de kracht van de Heilige Geest zien we ook vaak terug in de Bijbel wanneer mensen de Heilige Geest gehoorzamen en volbrengen wat de Geest van hen vraagt. Zoals Jona met de walvis die in eerste instantie niet wilde en eigenlijk wegvluchtte, maar uiteindelijk wel op zijn bestemming kwam en uiteindelijk uitvoerde wat God van hem vroeg. Pas op het moment toen hij ging lopen en handelen naar wat God van hem vroeg, dat was pas op het moment dat de echte kracht vrij kwam van God, van de Heilige Geest. Daarnaast, het tweede, groeien in de kennis van God en niet de kennis van de wereld. Heel belangrijk. In Efeze staat ook een vers, in Efeze 1, vers 17 tot en met 9, dat de ogen geopend mogen worden door wat ze ontvangen hebben door de Heilige Geest. En wat wij ontvangen door de Heilige Geest is 1. Hoop op zijn roeping. De rijkdommen die je ontvangen mag als heilige door Jezus. En de enorm grote dingen die mogelijk zijn door de kracht van geloof. Het gaat daarom hier ook niet meer over de kracht van God ontvangen, maar door God beter te leren kennen. En daardoor krijg je meer kracht van de Heilige Geest. Door meer tijd te besteden, door middel van bidden, zijn woord te lezen en vasten, leren wij God beter kennen en versterken wij onze relatie met Hem. Ten derde hebben we groeien in geloof. En dit zijn allemaal dingen waar we aan kunnen werken om onze band nog beter te maken. En onze olie te blijven bijvullen. En dat kunnen we hoe kunnen we dan groeien in geloof, vraag je misschien af. Nou, dat kunnen we doen als we het ontvangen van het woord door het ontvangen van het woord over elk onderwerp waar je geloof in wil laten groeien. Dus denk hierbij van, ik heb misschien moeite met mijn liefde geven ten opzichte van iemand anders. En als dat het onderwerp is waarin wij willen groeien, dan kunnen wij versen gaan opzoeken in de Bijbel die specifiek over liefde gaan. Of misschien heb je problemen met geduld, discipline, problemen, noem het maar op. Het kan heel divers zijn. Woede, verdriet. En als we dat onderwerp gekozen hebben, door de Bijbel hierop te gaan te bestuderen, net zolang totdat we de teksten begrijpen. Dus als we een tekst hebben over verdriet, van hoe kunnen we goed omgaan met verdriet, wat zijn de beloften van God, waar kunnen we blij van worden, maar echt de tijd nemen om het te bestuderen. Want het is één ding om het te lezen, maar het is twee om het je eigen te maken. Om het te lezen en dat je weet wat er werkelijk staat. Want ik heb de vers, Matteüs 25, heb ik meerdere keren gelezen. Maar het was eigenlijk pas op het moment dat ik het werkelijk ging bestuderen, dat ik weer nieuwe dingen ondervond. En ik denk dat dat voor vele mensen zal zijn die het woord van God lezen, die het misschien één keer gelezen hebben en denken van, dit klinkt mooi. Maar als ze het dan een tweede keer lezen, zien ze misschien iets heel anders en denken ze van, dit is nog een beter stuk dan dat het eerst was. Van toen ik het de eerste keer was. En de derde keer denk je van, het voelt net alsof dit woord naar mij spreekt. En door het echt te bestuderen, totdat je het begrijpt, en jezelf vervolgens te gaan toewijden aan het woord, door ervoor te bidden en er vervolgens naar te handelen. Want dat is ook natuurlijk heel belangrijk. We kunnen het woord aannemen, we kunnen het woord lezen, maar als we er vervolgens niks mee doen en er niet naar gaan handelen,
blijft het alleen maar bij woorden. En als laatste, houd de gedachten bij de dingen van God, zodat de zorgen van de wereld je geloof niet verstikken of uitdoven. En dat is ook een hele belangrijke. Want God vraagt ook om onze focus op hem te houden en niet op andere dingen of dingen van de wereld, omdat het eigenlijk alleen maar afleiding is. En de wereld kan ons geloof soms doen laten uitdoven, of heel vaak laat het ons geloof uitdoven. Want als wij zeggen van Jezus die liep over water, en wij zijn ook in staat om over water te lopen, zal iemand van de wereld misschien zeggen van, maar als hij dat kan, en jij hebt gelezen dat jij dat ook zou moeten kunnen, waarom doe je dat dan niet? En dat kan ons geloof laten doen uitdoven van ja, nou, misschien heeft hij wel gelijk. Maar dat komt omdat ons geloof niet groot genoeg is. En Jezus bewijst dat ook met, ik weet niet, volgens mij was het Johannes of misschien was het Petrus, ik weet niet meer, die over het water ging lopen toen naar Jezus toe. Durf ik niet met zekerheid te zeggen. Maar in eerste instantie kon hij over het water lopen. Maar vervolgens, toen hij erbij ging nadenken, zakte hij zelf door het water heen. En toen zei Jezus tegen hem, waarom heb je zo weinig geloof? En dat principe komt terug van ons werelds denken, ons menselijk denken. Maar als wij volledig gevuld zijn met de geest, en dan zijn wij in staat om het zelf te doen. Want kijk maar naar Jezus. Jezus kon dat ook. En die zei dat wij het ook konden. En een andere, waardoor we nog meer olie kunnen krijgen en kunnen groeien, is door te groeien in de gaven. Iedereen, elke christen, heeft een gave, of meerdere zelfs, van God gekregen. Amen. De gaven die in de huidige tekst van Korinthe 12 genoemd worden, zijn wijsheid, kennis, geloof, gaven van genezing, werken van wonderen, profetieën, het onderscheiden van geesten, tongentaal en het uitleggen van tongen. Maar er zijn natuurlijk veel meer dan alleen dat. Maar hierin kunnen wij als christen zijnde allemaal groeien. En door te leren samenwerken met de Heilige Geest en het verstaan van deze geest, en dit doen we door de tijd aan te besteden. Want vele mensen die lezen het woord en die lezen het misschien één per week. En ik heb het soms ook wel, dat ik soms een drukke week heb en dat is ook helaas in de wereld waar we tegenwoordig in leven, dat er heel veel aandacht van ons opgeëist wordt, waardoor we minder aandacht hebben voor het woord van God of om met God bezig te zijn. Maar als we de tijd ervoor nemen, kunnen we hierin groeien. En kunnen we de stem van God en de Heilige Geest beter leren verstaan. En onderhouden we onze relatie. Maar we moeten er wel tijd voor maken. En als laatste, vermijd de liefde voor andere dingen. En dat is ook een hele belangrijke. Want als we onze salving in ons leven willen vergroten, moeten we de zonde verwijderen en de liefde voor de wereld wegnemen. En dit staat ook beschreven in Johannes 1, hoofdstuk 2, vers 15 tot en met 16. Heb de wereld of de dingen van de wereld niet lief. Als iemand de wereld lief heeft, is de liefde van de Vader niet in hem. Want alles wat in de wereld is, de begeerte van het vlees, de begeerte van de ogen en de hoogmoed van het leven, is niet van de Vader, maar van de wereld. En dit is denk ik een van de moeilijkste dingen om je eigen te maken. En ik denk eigenlijk dat we niet eens in staat zijn om dat te kunnen doen als mens zijn. Ik denk dat we allemaal wel hierin vallen of in verleiding komen, op wat voor manier dan ook. En dat is helaas tegenwoordig de tijd waar we in leven. Maar het belangrijkste is om hier ons om vergiffenis voor te vragen. En te erkennen dat wij hier zondig in zijn. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb daar ook gewoon wel moeite mee soms af en toe. Zoals vandaag, eigenlijk op dit moment, is een voetbalwedstrijd gaande die ik graag had willen zien. Maar ja, ik sta hier voor jullie te preken. Dus dat is de wereld die aan mij trekt.
die zegt van Gabriel, kijk naar die wedstrijd. Maar ik moet me hierop focussen, dit is veel belangrijker. Die wedstrijd, wat wordt het, dat kan me nu aan mijn reet roesten, maar dit is veel belangrijker. Amen. Maar zoals eerder gezegd, is de salving en de kracht van God op ons voor één reden. Om God te gehoorzamen. Zijn salving geeft ons de kracht om alles te doen wat hij ons heeft opgedragen. En hij heeft ons opgedragen om hem lief te hebben met alles wat in ons is. En om anderen lief te hebben zoals Christus dat deed om volken tot discipelen te kunnen maken. Dus als we deze geboden niet nastreven of ze vervullen, dan zal God ons niet volledig kunnen bekrachtigen met zijn geest. Dus wat moeten we doen dat dit niet gebeurt? Besteed jezelf tijd aan gebed. Mediteer dag en nacht over het woord van God. En wandel in de liefde. Zoek naar mogelijkheden om het evangelie te delen met anderen. Dit zijn allemaal dingen die in de Bijbel benoemd zijn, waar we ons aan kunnen houden. Als we allemaal met deze dingen bezig zouden gaan, of aan zouden gaan werken, zorgen wij ervoor dat onze olie overvloedig zal zijn. En daarnaast moeten we waakzaam blijven waar Jezus ons voor waarschuwt. En niet in slaap vallen, proberen te vallen. Zodat wanneer Jezus terugkomt en ons opneemt in de gemeente, dat wij gereed zullen zijn om met hem mee te lopen. En niet achtergelaten zullen worden. En ik wil daarom ook iedereen vragen om Matteüs 25 zelf ook opnieuw te lezen. En niet alleen het stuk van wat ik net verteld heb, wat vers 1 tot en met 13 is, maar ook verder. Want er staan veel meer verwijzingen en veel meer uitleg die hier specifiek over gaan. En ik denk dat door wat ik nu verteld heb, dat de verdere versen ook een stuk duidelijker zullen zijn wat Jezus eigenlijk van ons vraagt. En ik wil je bedanken voor jullie aandacht. Dat was het voor de rest. En dank jullie wel.